Hallo kijkers van Niente, ik ben Mark en we vragen je met Hearts of Iron 4. De vorige aflevering weet ik niet meer precies wat we hebben gedaan, maar ik heb nu een soort mod geïnstalleerd die dus een hele nieuwe focus tree geeft. En ik ga dus wel de kant van de fascism op. En dat is... welke kant? Ah, hier. Deze kant op. Dus we gaan ook proberen om de Benelux te verdedigen. Dat zal wel handig zijn, denk ik. En ja, het is best wel geniaal om dit te doen af en toe. Oh nee, wacht. Deze die zit ik alvast even op de Belgische grens. Of als ik op Mende. Ja, deze. Dan gaan we deze ook alvast even trainen. Manpower, dat moeten we nog even wel hebben een keer. Ja, deze kant gaan we ook even op. Gaan we eerst eventjes wat meer film factories even neerzetten. Of ja, misschien eentje. Of twee. Dan gaan we even alvast wat NTR dingen maken. Convoy en een zipperie. Want het is ook best wel fijn dat we ook gewoon Nederlands als Indie hebben. Want daar kunnen we ook altijd nog wat resources vandaan halen en zo. Van Ruben bijvoorbeeld. Dat is wel fijn. Oké, ga ik even naar mijn kolonie toe. Die zet ik dan ook daarbij. Oké, we gaan alvast even deze laten starten. Zo. Die zijn ook zo goed als verdedigd. Dat is mooi. Nou, in Ethiopië wordt weer gevochten. Stuk land. Want dit wil ik sowieso gaan doen en we moeten ook deze kant op, zodat we ook nog wat koloniën kunnen regelen. Ja, we zouden wel deze moeten doen als we bijvoorbeeld in ieder geval de Benelux goed willen maken, laat ik maar zeggen. Oké, dan gaan we even gelijk de fascist. Ja. Even kijken. Zijn er nog onderweg? Toevallig. Niet dat ik weet, volgens mij niet. Captain of Industry. Ja, Ethiopië gaat wel kapot. Zoals gewoonlijk. Gewoon even op Borneo. Unity, expensive support, en dan moeten we gewoon even wachten tot het fascist zijn en dan is het prima. In ieder geval blijven we maar mooie wapens maken. Ja,
Nice. Prince of Terror. Ik krijg wat meer manpower, dus dat is op zich wel fijn. Je kunt close de Westerschelde, this will block all trade going in and out of Antwerp. Oftewel, Belgium's main trading port, oh ja, dat zit natuurlijk hier. Dus als we deze gewoon dichtmaken. Unity. Hoe sneller we dat doen, hoe meer kans we hebben om een oorlog tegen België en Luxemburg te kunnen regelen. Normaal weet ik nooit wie er dan wint. Want meestal is het nu wel Republican spelen, maar natuurlijk kan deze natuurlijk ook wel eens winnen. Limited. Ik heb nog wat meer manpower erbij. Oké, er zijn nog maar 4 divisies over die nog helemaal goed worden getraind. Ik ga het wel even sturen, denk ik. Fight for a United Netherlands. Dat is precies wat ik ga doen. Gewoon één divisietje. Dan gaat er weer gelijk zeiken. Oké, armed defense. So the 5% chance of a modifier. Oké, het is 1936 en we zitten nu al kunnen nu al oorlog zoeken. Laten we deze maar even doen. Oké, dan gaan we even stoppen met trainen. Maar dat het goed gaat, famous last words. Zullen we maar even een beetje door kunnen breken. Uh-oh. Ik hoop maar niet dat we gelijk falen. Dat zie ik ook nog wel eens gebeuren. Oké, we zijn in Antwerpen. Even zien.
Misschien kan ik beter mijn vliegtuig even hier naartoe zetten. Wat, hè? Zijn er al een troepen heen? Oké. Oh, kan ik. Kan het. En als het goed is, heb ik hier dan ook nog. Kijk. Hoppakee, nog een kolonie. Hey. Ik weet niet wat er gebeurde. Maar, nou ja, sure. Oké, nu gaan we nog even Luxemburg kapot maken. Kom er nog weer aan het vliegtuig. Nou ja, prima. Misschien had het te maken met mijn vliegtuig of zo. I don't know. En ook kapot. Hey. Zo, hoppakee. No template. Laat ik hier maar eventjes dan... bicycle battle battalion. Ja, dat wordt hem. Integrate Vlaanderen. Oké, nu kunnen we de natural referendum. Deze die is niet meer nodig. Oh, the humanity. Ben al alle parties. Oké, okay, Republican Spain default. Anton Mozart. Het is 1937 en de Benelux is nu al verenigd. Nou, prachtig. Laten we hierna maar even gewoon een gigantische voortbinding maken met de Fransen. Net zoals wat ze hebben gedaan bij de. Oh. Wat ze hebben gedaan hier. Dat mag ik zeggen. Oftewel de beste jongelui. Gaan we hier op maken. Zo. Misschien kan ik beter even twee vliegtuigen met fighters maken of zo. Lijkt me toch wel wat verstandiger.
Oké, even weer laten trainen. Nu kunnen we eigenlijk nog maar eentje hiervoor hebben. Daarna gaan we er even ander trainen. Join the Axis, laten we maar even doen. Ja, het gaat toch nog wel goed, dus dat is op zich wel fijn. Ook dat hier ook lekker bezig gaat. Wat voor muziek hoor ik nou? Wat is dat van het spel? Oh, ik dacht al. Dat is wel heel aparte muziek. Zo. Ja, we gaan ook alvast wat garrisons maken voor onze kolonie. Ja, die mogen wel wat meer infantries hebben. Plus infanterie. Laten we dat 30 van doen. Oké, ship designer is ook wel fijn om te hebben. Nou, de oorlog in Azië die begint ook. Ja, het is al voor Republican Spain. Dat is mooi. Dan hebben we in ieder geval ook nog een zuiderling die ons kan helpen, bijvoorbeeld in Frankrijk of bijvoorbeeld of in de gedeeltes van Afrika. Maar ja, ik heb natuurlijk ook nog wel een gebied wat ik kan regelen. En natuurlijk als ik Australië of zo ook toch wil kapot maken, dan kan dat ook. Dus eigenlijk zit ik nog best wel tactisch. We hebben Colonia. Ook in dit gebied. In het Zuid... Amerika. Man, ik zat heel veel over in zijn hand te denken. Zuid-Afrika. Nee, dat is het niet. In Limburg. Deze kan wel handig zijn voor Indonesië, voor de Puppet. Want als ze hun papier hebben, nou, dat is toch helemaal fijn.
ik kan nu eigenlijk ook Italië wel heel makkelijk helpen als hun in de Axis komen. Dan heb ik ook nog een front hier. Dan hoeven hun niet al het werk alleen te doen. Dat kan wel heel fijn zijn voor Italië. Want ik heb al eens gezien dat ze echt heel hard falen waar ik natuurlijk Congo heb. Nou. Oké, een nieuwe commander. Peel divisie, what the fuck. Oké, deze die zetten gewoon op de grens daar naartoe. Dus hier zit er nog wel even wat meer bij. Ik zet ongeveer 10 divisies neer, behalve dan in Congo. Zet ik ongeveer 20 neer. Want dat ligt er een beetje aan met de grenzen natuurlijk. Dan ga ik eentje richting Frankrijk gericht en dit gebied. En ander in van het Verenigd Koninkrijk koloniën. Nog meer vliegtuigen. We beginnen een superpower te worden. Nog lang niet, maar hey. Industrial concern. Hebben we dat nu ook gekregen van de Spanjaarden? Oké, betere wapens. Wat is Duitsland's plannen? Oh, de Sudetenland van Tsjechoslowakije. Lijkt het toch maar 100 maken. Oké, deze die zet ik gewoon hierbij. Lions escape in the Netherlands. Two lions escape from their cages. Top. Dat kan natuurlijk ook af en toe gebeuren. Hè? We hebben echt zo'n lekkere gedeelte van dit. Kijk, wat is Duits van Noorden doen? Oh, dat is Verenigd Koninkrijk. Verdomd. Secure the Netherlands. Jij fucking eet iets konijn, hè? Nou, dan ga ik maar even divisies op mijn wateren zetten. Laat ik dan ook maar eens even gaan beginnen met de Coastal Forts. Ik kan die niet toelaten. Maar gelukkig hebben we Duitsland, dus op zich. Als we Frankrijk moeten kapotmaken, hebben we tenminste nog een beetje hulp. Ja, jullie mogen wel even stoppen met trainen, want ik denk dat jullie wel genoeg zijn getraind. Zo, Telegram is die blijven ook even lekker up-to-date houden. Ja, 3 lijkt me wel genoeg. 3 keer 5 is 15. Om de kustlinie van ons
even te verdedigen. Dat is precies wat we moeten hebben. Ga ik weer even een andere hiervoor neerzetten. Laten we helemaal hierheen toe gaan. Ah, dat kan natuurlijk nog niet. Hop. Nou, ze zijn er niet met dol met ons. Nou, goed Nederlands, by the way. Even onze infrastructuur even eerst even doen. Even. En dan zetten we daarna even onze ding naar dat ding. Ding ding. Zo, in ieder geval hebben we genoeg divisies hier om onze kustlinie een beetje te verdedigen. Nee, deze. Gewoon één lekker schipje. Njow. Ze hebben Hongarije dat gebied gegeven. Ah, dat is mooi. Want ze zitten al in de Nexus. Maar dat wist ik niet. Dan weet ik dat nu ook. Dat kan ook best wel gaan helpen. Colonial Bastions. In Curaçao en Suriname hebben we dan nog even wat forts erbij. Mooi. Oh, we hebben genoeg olie om niet meer te traden met de US. De USA. Oké, deze plempen nog even erbij. Als laatste divisies. En dan hopen we maar dat het daar nog even goed komt. Anders heeft Italië nog wel een probleem. Maar hey, als Italië ook in de Axis komt, dan moeten ze hun troepen natuurlijk wel even een beetje verplaatsen.
tegen Latvia. Wat heeft Latvia gedaan? Zit hij in een lijst? Oh, nee. We hebben een hele oorlog met de Mighty Moors. Ding. Behalve, ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Volgens mij heb ik wel nog een tijdje mee bezig, maar dat maakt het misschien niet uit. Dus ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like op mijn kanaal. En dan zie ik je volgende keer weer. Later.